Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben gisteren een mooie debat gehad over de maatregelen die we in Nederland genomen hebben om te zorgen dat mensen niet met een te grote hypotheeklast zitten. En dat is ook een goede zaak dat er maatregelen zijn genomen. We hebben wel ook gekeken naar de stapeling van die maatregelen, waardoor sommige mensen veel minder kunnen lenen dan te weinig haast zouden kunnen lenen, waardoor ook mensen in problemen komen. En de Nibud-norm is daar het laatste voorbeeld van, want dat wil dit kabinet vanaf 1 januari in laten gaan. Niet zozeer omdat we tegen de Nibud of tegen die laatste norm zijn, maar wel tegen die stapeling, dienen we 2 moties in. 1 motie. Voorzitter, ik... Wacht, iets rustiger in de zaal misschien. Dat is, dank u wel. Dat is, ja, de kerstsfeer laten we hier een beetje inbrengen. Vrede op aarde en dank u wel, ja, mensen rustig. Welbehagen. Geen de heer Van Helfert. Ja, dank u wel. Dien ik 2 moties in. Moet u wel snel doen. Ja, de eerste is de Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat de tijdelijke regeling hypothecair krediet voor 2015 is opgesteld zonder overleg met de partijen die groot belang hebben bij deze besluitvorming, zoals hypotheekverstrekkers, bouwers en banken. Constateren dat er geen sprake is geweest van integrale afweging van alle belangen, verzoekt de regering eerst in overleg te treden met de betrokken belanghebbenden voordat de tijdelijke regeling voor 2015 wordt ingevoerd en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Wordt van deze motie in voldoende mate ondersteund. Ik zag vast dat het geval is namelijk de onderraad van de beraadslagingen. Dan is dat vooraf en achteraf zou het volgende de Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat het streven naar verantwoordelijke kredietverlening heeft geleid tot bijzonder gedetailleerde regulering van de markt voor hypotheekverstrekking, waarbij het advies van het Nibud erg belangrijk is, en constaterende dat de Nibud-normen niet mechanisch overgenomen moeten worden en dat naast de Nibud-normen ook andere overwegingen mede afgewogen moeten worden, constaterende dat de Kamer geen inzicht heeft in de afwegingen die door de minister gemaakt zijn of dat integraal gebeurd is, verzoekt de regering de overname van de Nibud-normen te evalueren in het licht van recente overheidsmaatregelen die betrekking hebben op de betaalbaarheid van de hypotheeklasten, ook betrekking hebben op de samenloop, stapeling en cumulatie van maatregelen en betrekking hebben op de behoefte aan een stabiel en voorspelbaar pakket van hypotheekcriteria en daar ook de Kamer over te informeren, zodat we daarover in debat kunnen gaan. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Ik sta vast dat het geval is en daarmee maakt ze onderuit van de beraadslaging. Een vraag van de heer Van der Linden. Voorzitter, ik hoor de heer Van Helfert in een bijzin zeggen dat hij namens het CDA akkoord gaat met de Nibud-normen per 1 januari. Hoe verhoudt zich dat tot de ketelmuziek die zijn collega De Rauw hierover heeft gemaakt? Ik weet niet in welke bijzin dat was. Wat wij hebben gezegd is dat wij de norm van het Nibud op zich niet erg vinden en ook het Nibud als adviesorgaan zeer waarderen, maar door de stapeling van maatregelen die we hebben genomen, waarbij de Nibud-norm de laatste is, dat veel te krap is en waar de heer De Rauwe heel nadrukkelijk en ook zeer terecht, vind ik, een punt van heeft gemaakt, is dat we niet moeten uitkijken dat we, zoals vroeger, naar te veel schulden, nu ineens doorslaan naar te veel afknijpen, zodat voor een aantal mensen niets of heel weinig mogelijk is. En dus de Nibud-norm is één van de maatregelen die in die stapeling zitten. In het AO, voorzitter, hebben we dus ook duidelijk gezegd als CDA dat dus niet die maatregel op zich heel slecht is, maar de stapeling het probleem is. En daarmee zou je dus kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld één van die maatregelen zou kunnen afzwakken, anders zou kunnen bekijken, dan, en dat zou de norm kunnen zijn, maar ook één van de andere maatregelen die in de stapeling zitten. Dank u wel. De heer Van der Linden nog kort afrondend. En is bouwsparen, waarmee je dan eerst geld mee moet nemen, is dat dan ook onderdeel van die stapel of moet ik dat als iets heel anders zien? Ja, voorzitter, het is heel goed dat de VVD het prachtige voorstel van meneer Knops even erbij haalt van de bouwsparen, want dat is natuurlijk fantastisch. Een van de maatregelen die ook genomen is, en dat past precies in het bouwsparen, dus daarom kunnen we dat even erbij pakken, is dat we naar de 100%-norm gaan. Op dat moment moet je dus al eigen geld meenemen, dus dat past precies in dat mooie bouwsparen. Dus wat dat betreft, ik denk dat het ook goed is, als je dat dus naast elkaar legt, dat het mooie voorstel van de heer Knops daar heel goed in past. Dank u wel. We hebben 5... Dan heeft de heer Helfert ook 2 moties ingediend. Van Helfert. Van Helfert, heel terecht, voorzitter. De eerste gaat in op de tijdelijke regeling hypothecair krediet. Constateert dat er geen sprake is geweest van integrale afweging van alle belangen en verzoekt de regering eerst in overleg te treden met de betrokken belanghebbenden voordat deze regeling voor 2015 wordt ingevoerd. Voorzitter, ik ben het niet eens met de constatering dat er geen sprake is geweest van integrale afweging van belangen. Ik heb in het overleg gisteren juist aangegeven dat ik heel goed begrijp dat organisaties als Bouwend Nederland of VNO graag heel veel leenruimte willen, maar dat het juist mijn taak is als minister,
ongetwijfeld ook uw taak als Kamer, om dat af te wegen tegen de belangen van overkreditering en het voorkomen van een nieuwe bankencrisis. Dus ik zit graag met belanghebbenden om de tafel, maar ik ga niet nog een keer over deze regeling om de tafel zitten en zal om die reden deze motie ook moeten ontraden. De tweede motie van de heer Van Helvert, die bevat opnieuw een onjuiste constatering, namelijk dat de Kamer geen inzicht heeft in de afwegingen die door de minister gemaakt zijn. Volgens mij ben ik daar gisteren uitgebreid over ondervraagd en heb ik daar ook antwoord op gegeven. En verzoekt volgens de regering de Nibud-normen te evalueren in het licht van het hele pakket aan overheidsmaatregelen. Voorzitter, als ik de motie zo mag interpreteren dat in de staat van de woningmarkt, waarvan ik toch al heb afgesproken met de Kamer dat ik die jaarlijks zal verstrekken, ik ook in zal gaan op de ervaringen op de koopmarkt en met de Nibud-normen, dan laat ik hem graag aan het oordeel van de Kamer, want dan bezorgen we elkaar geen extra werk. Als de heer Van Helvert bedoelt een aparte notitie, dan zou mijn oordeel anders zijn. En dat is een vraag aan de heer Van Helvert. Ja, voorzitter, dank u wel. Zo kan de minister hem zeker interpreteren, meneer de voorzitter. Het gaat me niet om een speciale nieuwe notitie. Het gaat erom dat wij die evaluatie kunnen inzien, zodat we daar wat over kunnen vinden. Voorzitter, als ik deze beschouwing mee kan nemen in de staat van de woningmarkt, dan laat ik hem oordeel gaan. Bij deze. Hartelijk dank aan de minister voor zijn aanwezigheid.